hier vanmiddag bij het gemeentearchief, bij de heer Van Manen. En dat gaat over de expositie Zeeuws Geweld. En hij zou vertellen wat er allemaal te zien is. Ja, als gemeentearchief zijn wij verantwoordelijk voor het beheer van allerlei archieven. Van de gemeente, maar ook voor de Schelmarchief. Mootveld is dat een enorm groot archief met bijvoorbeeld meer dan 100.000 negatieven. Dit jaar verwachten we ook de scheepstekeningen binnen te halen. Dan praat je ongeveer over 200.000 tekeningen en we dachten van we gaan wat aandacht besteden van wat doen wij met het archief. Dit zijn ongeveer 7000 vanaf 1910, van alle schepen die gebouwd zijn bij de Schelde, maar ook bijvoorbeeld de kranen, etc. Nou, als glasnegatief ziet het dan zo uit. En de kwaliteit als het afdrukken is fenomenaal. Nou, al die deze glasnegatieven zijn ongeveer 7000 in deze collectie, moeten we dus allemaal beschrijven. En je geeft dus informatie wat er gebouwd is, wanneer het gebouwd is. Wat de kwaliteit van het glasnegatief is. Of er al iets over gepubliceerd is. Nou, de Schelde heeft natuurlijk niet alleen gebouwd voor Nederlands, maar ook voor het buitenland. Ook oorlogsschepen voor het buitenland. Een mooi voorbeeld zijn deze glasnegatieven. Die hebben betrekking op Poolse onderzeeër Orzel. Die tussen de twee, vlak voor de Tweede Wereldoorlog is afgeleverd. Nou, voor de rest werd er ontzettend veel gebouwd aan oorlogsschepen en koopvaardijschepen, maar ook bijvoorbeeld vliegtuigen, die heeft de Schelde ook gebouwd. Zo'n tekening, die check dat naar zeker nog. Ja. Daarvoor hebben we gekozen voor de expositie. En dat is uiteindelijk een expositie geworden
over 5 oorlogsschepen die een hoofdrol spelen. En bij elk schip hebben we getracht foto's, tekeningen, maar ook een model te laten zien, zodat mensen een 3-dimensionaal verhaal krijgen. Daarnaast zijn er ook foto's van de gebouwen die er geweest zijn en mensen die aan het werk zijn. En de expositie is geopend van? Hij is op 6 augustus geopend. Hij is van maandag tot en met donderdag van 9 tot 4:30 voor het publiek gratis in te zien. Dus mensen kunnen gewoon binnenlopen op de Hellebordierstraat 2, gemeente Vlissingen. Oké, bedankt voor dit interview.